Ik stond in de supermarkt en naast mij in de supermarkt stond voor een lege schap, stond een vrouw en die deed dit naar dat lege schap zo. Maar toen dacht ik, wat is dit joh? Dat is toch, wat is het? Als je, wat denk je als je dit doet? Maar ze deed het nog een keer naar dat schap zo. En toen zei ze, havermout is op. En toen dacht ik, oh, het is, je geeft jezelf een soort hele kleine hersenbloeding. Dat is, weet je, fuck it, wie dood is hoeft geen ontbijt. Weet je? Maar ze deed het niet alleen maar naar het schap, ze deed het ook naar mij. Want ze keek ze even naar mij, ze zag me staan. En toen dacht ze, ah, die denkt hetzelfde als ik. En toen deed ze naar mij zo. En toen deed ik het terug. Nou, ik vroeg niet van wat is, weet je wel. Maar ik zei, ja, straks de avocado, zo gaat heen met deze wereld.